Goedenavond. Ik wil graag beginnen met deze oriënterende ronde. Ik zie nog twee mensen van op koers, maar die komen snel terug. Dus ik ga gewoon beginnen met de opening en mededelingen. Zijn er mensen die mededelingen hebben? Niet. Punt 2 is het vaststellen van de agenda. Zijn er mensen die de agenda willen wijzigen, iets toevoegen, iets eraf halen? Ik stak niet uw vinger tegen mij op, mevrouw Kloep. Oké. Heel goed. Het derde punt is spreekrecht, maar er hebben zich voor vanavond geen insprekers gemeld. Dus dat is bij deze ook afgehandeld. Dan zijn we bij agenda punt 4, de transitie RUD IJsseland. Wie kan ik daarover het woord geven? Niemand? Nou, dat is mooi. Dat betekent dus ook dat het als bespreekstuk naar de raad, als hamerstuk inderdaad, naar de raad gaat volgende keer. Ik moet nog een beetje inkomen vanavond. Agenda punt 5 is vaststelling, verordening, kwaliteit, vergunning, verlening, toezicht en handhaving gemeente Hardenberg. Wie wil daarover het woord voeren? Vragen stellen? Ook helemaal niemand, dat is mooi. Gaat het ook als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering. Punt 6 is aanpassing, verordening, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, afstemmingsverordening, participatiewet, IOAW, IOAZ en de reïntegratieverordening. Zijn er mensen die daar iets? Meneer Van der Grampel, mevrouw Hansen. Mevrouw Hansen. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk heb ik maar één vraag. En dat is dat er staat dat de participatieverordening is voorgelegd aan de participatieraad. Maar ik zie geen reactie van deze raad. Mogen wij die nog verwachten, bij voorkeur, afgaand aan de volgende raadsvergadering? Dank u wel. Meneer Van der Grampel. Dank u, voorzitter. Dat was ook mijn vraag. Inhoudelijk zijn we akkoord. Dan kijk ik even achter mij. Dat is één vraag. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik denk, de participatieraad heeft ingestemd met deze verordening, maar had nog wel een aantal opmerkingen hoe ze dit precies nou moeten duiden. Nou, daar gaan we nog op reageren. Ik denk dat het goed is dat we de komende week benutten om dat even op papier te zetten en dat even met u te delen. Dank u wel. Afdoende beantwoord, neem ik aan. Agenda punt 7, startnota sociaal ondernemen. Wie wil daar? Oh ja, dat was weer even te snel. Hamerstuk of bespreekstuk voor volgende keer, maar hamerstuk, bespreekstuk. Ik wil dat toch even afhankelijk laten zijn van de reactie. Ja, oké. Okay. Als bespreekstuk naar de volgende raadsvergadering. Zijn we nu wel bij punt 7? Startnota sociaal ondernemen. Wie kan ik? Meneer Reiling, meneer Van der Grampel. En meneer Dogger en mevrouw Kloekhorst. Dan begin ik bij mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie is positief over de denkrichting van de startnota. Een richting die vergaande gevolgen heeft voor de manier waarop we omgaan met de algemene sociale voorziening. Ambitieus, maar niet zonder risico's. Het uitgangspunt om de lokale gemeenschappen meer regie en ruimte te geven spreekt ons zeer aan. Echter, hoe zorg je ervoor dat de algemene voorzieningen toegankelijk blijven voor iedereen? En wie toetst in de toekomst de maatschappelijke meerwaarde van een activiteit of dienst of het bestaansrecht van een maatschappelijke organisatie? Wij zijn daarom zeer benieuwd naar de processchets en de vervolgstappen die in 2017 gepresenteerd gaan worden. In het stuk wordt gesproken over dubbelingen in de dienstverlening van maatschappelijke gesubsidieerde organisaties. Betekent dit dat verschillende organisaties jarenlang hetzelfde hebben gedaan of dat er sprake is van een eenheidsworst in het aanbod van specifieke aanbieders? Kan de portefeuille hier nog een toelichting op geven? Onze fractie is blij met het verleggen van de deadline voor het stopzetten van de subsidies voor de maatschappelijke organisaties per 1 januari 2018. We hebben meerdere malen bij de portefeuillehouder en beleidsmedewerkers aangedrongen op een zorgvuldig proces om de nieuwe verhoudingen tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners vorm te geven. En eind 2017 leek onze fractie dan ook te snel. Wij maken ons zorgen over de toekomstige toegankelijkheid en onafhankelijkheid van voorzieningen. Een gemeenschap bestaat, net als de politiek, ook uit verschillende groeperingen die bijvoorbeeld anders denken over overlast en leefbaarheidsvraagstukken. Dit kan ongewenste drempels opwerpen voor het gebruik van algemene voorzieningen die toegankelijk zouden moeten zijn voor iedereen. Is dit onderwerp van gesprek met de stakeholders? In het stuk wordt gesproken over drie valkuilen.
Onze fractie wil de portefeuillehouder wijzen op een andere valkuil, namelijk het risico op uitholling van het voorveld door het verdwijnen van gekwalificeerde beroepskrachten en mogelijk prijsgestuurde aanbestedingen. Wij vragen daarom ook nadrukkelijk de aandacht hiervoor. Afsluitend is de startnota in nauwe samenwerking met stakeholders opgesteld. Wij hebben er vertrouwen in dat dit innovatieve en vernieuwende samenwerking stimuleert, die de vitaliteit in de samenleving ten goede gaat komen. Dank u wel. Meneer Dogger. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk maar één vraag, want we hebben precies op bijna een jaar terug, 15 december, hebben wij een soortgelijke notitie gehad. En als je ze naast elkaar legt met de notitie die we nu hebben liggen, dan is dat eigenlijk één op één hetzelfde. Met één uitzondering is dat het nieuwe financieringsmodel met de welzijnorganisaties niet op 1 januari 2018 gaat, maar op 1 januari 2020. Mevrouw Kloekas refereert er ook al aan. En eigenlijk is dan ook de vraag van wat is er in die tussentijd gebeurd? Want we hebben toch ook op 20 april hebben wij een hele uitgebreide conferentie gehad over sociaal contracteren. Is er in de tussentijd sinds vorig jaar, wat is er precies gebeurd? En waarom is die notitie eigenlijk niet veel verder al in de stappen en in de uitvoering? Dat was hem. Dank u wel. Meneer Van der Grompel. Dank u wel, voorzitter. Aan de ene kant durven loslaten, maar aan de andere kant ook zoeken naar verbinding. Ruimte creëren voor onder andere inwoners, professionals, met als doel het versterken van de samenleving. Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie onderschrijft de opzet van deze startnota en ziet dit als een volgende stap in het proces van transformatie van het sociaal domein. Deze nota kijkt echter ook verder en legt terecht verbinding met de omgevingswet en de overheidsparticipatie. Op drie aspecten wil ik toch nog even nader ingaan. Er staan veel mooie termen en zinsneden in deze nota. Gemeenschapskracht versterken, samenleving ruimte geven, betrokkenheid vergroten. Het gaat erom, mijn zinziens, een balans te vinden tussen enerzijds wat de gemeente aanbiedt aan ondersteuning en voorzieningen en welke initiatieven er uit de samenleving naar voren komen. Het mag niet doorslaan in eenzijdigheid of te veel wederzijdse afhankelijkheid. En voor onze fractie belangrijk om oog te blijven houden voor de kwetsbaren in de samenleving. Hoe mooi en waardevol ook dat inwoners, instellingen, organisaties zelf initiatieven nemen, maar hoe borg je continuïteit en kwaliteit? Tot slot wil ik nog ingaan op het onderdeel maatschappelijke initiatieven uit deze nota. De fractie van de ChristenUnie heeft dit jaar het initiatief genomen tot de instelling van een fonds hiervoor. En met raadsbrede ondersteuning is er voor 2017 een bedrag van €50.000 beschikbaar. Op 8 november is er met enkele fracties en een ambtelijke vertegenwoordiging nagedacht over de kaders voor dit fonds. Wij overwegen om via een amendement een extra beslispunt aan dit raadsvoorstel toe te voegen, om daarmee het college ter nadere invulling enkele kaders hiervoor mee te geven. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk maar één vraag. In een stuk zie je, als je de participatie wilt bevorderen, moet je een koersnota niet in het gemeentehuis opstellen, maar gezamenlijk ontwikkelen met de maatschappelijke partners en in interactie met de samenleving. Practice what you preach. Mijn vraag na het lezen van het stuk was, kijk, hier ben je het wel mee eens met dit stuk, daar gaat het niet om. Maar hoe zien wij als voltallige raad ons in dit proces functioneren? En ook als individueel raadslid. En daar zou ik graag de reacties van de andere fracties over willen horen. En ook al van de wethouder, welke volgorde maakt mij niet uit. Ik zou willen voorstellen dat dat per fractie wel beantwoord kan worden, maar per individueel raadslid lijkt mij wel te vervoeren. Nee, dat vraag ik ook niet. Nou ja, dat zei u, dus vandaar dat ik daar even op inhaak. Dank u wel, meneer Reiling. Ik stel voor dat we eerst de portefeuillehouder gelegenheid geven de vraag te beantwoorden en dat we dan even het rondje fracties maken. Dank u, mevrouw de voorzitter. Van koersnota naar startnota ga ik toch even op. Eerst de opmerking van de heer Dogger. Want ik kan me de verwarringen wel enigszins een beetje voorstellen. Eerst zeg je van we gaan koersen.
En dan uiteindelijk zeg je van, we doen een stap terug. Want dat is in feite wat er is gebeurd. We hebben, en dan kom ik ook bij uw vraag van, wat is er in de afgelopen tijd gebeurd? Nou, er is de afgelopen tijd heel veel gebeurd. Dat we juist over die beweging, de samenleving meer aan zet, hebben we nadrukkelijk besproken met maatschappelijke organisaties en met de participatieraad. En wat ons bleek uit onze koersnota die we toen hadden vastgesteld, is dat we eigenlijk alweer bezig zijn in onze oude traditionele vorm om te zeggen van, en zo gaan we het dus maar doen met elkaar. Dus we gaan er weer een kader omheen zetten en we gaan wat indicatoren aangeven als je niet oppast. En voor je het weet heb je weer een systeemwereld gecreëerd waarin je vraagt aan de samenleving, wat vindt u daarvan? Nou, daarvan, die reactie kregen we eigenlijk ook min of meer terug vanuit de samenleving zelf, met name ook van de maatschappelijke partners en de participatieraad. En die hebben gezegd van ja, je zou eigenlijk gewoon vanaf het moment nul met elkaar moeten gaan starten. En begin nou eens niet met het vaststellen van een kader, maar maak met elkaar nou eens een schets hoe je dat met elkaar wilt gaan ontwikkelen. Dus daarom hebben we ook gezegd van we gaan terug naar de tekentafel. We gooien het proces helemaal open. En uiteindelijk zal het wel leiden tot een aantal indicatoren en ook wel een algemeen kader, want u moet ook als raad zich kunnen herkennen in een bepaald kader, maar laten we dat vooral ook samen doen. Laten we niet zelf als college nu dat kader maar weer gaan vaststellen en vragen wat iemand daarvan vindt. Dat is oud denken. Vorige week hebben we een prachtige bijeenkomst gehad volgens mij over de participatieladder. Als u dat nog even voor ogen heeft, dan bepaalt het treden van de participatieladder ook de mate van beïnvloeding. En wij hebben gezegd, als het gaat om dit traject, sociaal ondernemen, dan moet je bovenin die ladder gaan zitten. Bijna bovenin gaan zitten, om iedereen in die beweging juist mee te krijgen. Daar hebben we heel nadrukkelijk ook de discussie over gevoerd de afgelopen maanden. Dus er is, meneer Dogger, heel veel gebeurd. En goed gesproken met elkaar. En dit heeft geleid tot het feit dat wij hebben gezegd, we stappen even van de koers af. We gaan niet koersen, maar we gaan het veld opengooien. En we gaan met elkaar ook verder om dat kader in gezamenlijkheid te bepalen. En dat is ook de richting die we uit willen. Dus we komen op een korte termijn daar ook bij u op terug als raad. Er komt in januari nog een vervolgsessie op de participatieladder. En we gaan nog aan de slag met een processchets hoe we dat willen gaan doen. Procesarchitectuur, zeg maar, dat is nu in deze fase gewoon heel erg belangrijk om iedereen mee te krijgen. En om ook straks dat sociaal ondernemen echt te kunnen gaan uitvoeren met elkaar. Dus dat is even mijn reactie op uw vraag. Ik begin even wat in omgekeerde volgorde, mevrouw de voorzitter. Ik had wel even behoefte om dat te melden. En daarmee hebben we ook een startnota waarvan het veld ook zegt, zo, daar herkennen wij ons dus in. Het geeft ons ook een gelijkwaardige positie bij de start. Daar gaan we ook mee. Dan komt er ook energie. En dat komt straks nog in het andere stuk. Ik ga terug naar de vraag van mevrouw Kloekhorst. Wie toetst de meerwaarde? Nou, ik denk dat de meerwaarde van deze ontwikkelingen en projecten op dit terrein worden getoetst uiteraard door u als raad, maar ook door de samenleving zelf. Ook de samenleving zelf zal de meerwaarde moeten inzien van initiatieven. Want draagvlak, EE is KMLA, effectiviteit is kwaliteit maar acceptatie. Nou, dat is denk ik ook van belang bij de ontwikkeling hiervan. We komen met een processchets, heb ik gezegd, in 2017 bij u. En dubbelingen in het traject kunnen we nooit helemaal voorkomen. Er zit me vaak in het aanbod, zeg maar, wat gerealiseerd wordt en wat wordt georganiseerd door de partijen zelf. En we willen juist dubbelingen in het aanbod ook zien te voorkomen. Daar zullen we ook heel keen op zijn, zeg maar, in het vervolgtraject van het sociaal ondernemen. Ja, voorzieningen. Ik begrijp dat u voorzieningen daaraan wilt koppelen. Met name ook de voorzieningen die worden geleverd door de stakeholders, maar de maatschappelijke organisatie zelf, zou ik willen zeggen. En daar zijn we ook uitermate alert op, om te voorkomen dat we niet alles door elkaar gaan krijgen. Dat we uiteindelijk een voorzieningendiscussie krijgen in het licht van sociaal ondernemen. Uiteindelijk kan sociaal ondernemen wel leiden tot een voorziening. Dat is een andere kant van het verhaal. Maar misschien groeit dat ook wel organische wijs. Dus dat onderscheid wordt gemaakt, juist om te voorkomen dat we alles met sociaal ondernemen willen oplossen. Volgens mij zit dat achter uw vraag. Dat we niet denken van, dit is een mooie goedkope oplossing, dus laten we het zo gaan doen. Absoluut niet. Kwaliteit wordt er altijd aan getoetst. Meneer Van der Grampel onderschrijft de notitie. Dank daarvoor. Ik denk inderdaad de balans waar u naar zoekt tussen aanbod en initiatieven, dat moet helder zijn. Dat is eigenlijk ook een beetje aanvullend op wat ik naar mevrouw Kloekhorst heb gezegd. Daarin zoeken we ook voortdurend de balans.
juist om te voorkomen dat we een beroep doen op mensen die in een hele kwetsbare positie zitten en waarvan je dat niet mag verwachten. En het Fonds Maatschappelijk Initiatief, nou, daar heeft u net een voorzicht voor gegeven. Ik denk dat het heel mooi past bij de ontwikkeling die we hier hebben. Maar het is aan u om dat uiteindelijk te bepalen, niet aan mij. En de koersnota, daar volgens mij heb ik net meneer Reiling al aangegeven hoe we daarna gekeken hebben. Hoe we met veel voorvarendheid zijn gestart met de koersnota. Maar toen hebben we gezegd, we moeten vooral even op onze handen gaan zitten. Want als we te veel gaan sturen, dan zitten we straks alleen in de bus. Daarom hebben we ervoor gekozen om met de startnota te beginnen. Dat is even mijn reactie, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet? Dan is de volgende vraag. Voorzitter? Jazeker. Mag ik nou voor mijn eigen interesse aan meneer Dogge vragen, die volgens mij de meest praktische vraag gaat, of het antwoord nou echt volstrekt bevredigend was? Want ik heb een heleboel gehoord hier als op de handen zitten en een heleboel eigenlijk. Maar is u nou beklijft dat een heleboel gebeurd is het afgelopen jaar? Mag ik heel even... Mevrouw de voorzitter, als ik daarop mag reageren. Ja, dat mag. Ik neem aan dat meneer Dogger zou hebben gereageerd als het niet naar tevredenheid was beantwoord. Meneer Dogger kennende, maar ga uw gang, meneer Dogger. Ik wil me graag aansluiten bij de woorden van de voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik nu mijn vraag stellen of dit als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raadsvergadering kan. Meneer Reiling. En volgens mij had ik nog een vraag gesteld voor alle fracties. Dank u wel. U heeft gelijk. Uw vraag aan de fracties was, wilt u hem nog een keer herhalen, meneer Reiling? Ja, ook het antwoord wat de wethouder zojuist gaf. Hoe zien we onze rol als raad? Want dan kun je helemaal aan het eind van het proces zitten. Ja, dan kun je dan een keer ja of nee zeggen. Maar goed, ja, ik heb daar wat moeite mee. Ik vraag me af, waar moeten wij in en aanschuiven? Misschien is het goed, mevrouw de voorzitter, dat de heer Reiling dan eerst eens even een voorzetje geeft hoe hij er zelf over denkt. Dat is goed, meneer. Ik vind het wel een aardige suggestie. Als u de aftrap geeft, meneer Reiling, dan laat ik de rest gewoon aansluiten. Ja, nou, eigenlijk heb ik dat zojuist al aangegeven. Als je vindt dat je een koersnota niet in het gemeentehuis, maar in het maatschappelijk domein, in Bergentheim, Sipklo moet maken, dan zul je, denk ik ook als raad, eigenlijk ook aan die voorkant moeten zitten. Want wat is onze rol nog als raad als het aan de voorkant is goed dicht, Tim? Er is op dat moment al draagvlak voor. Dan hebben we allemaal zulke snelle raadsvergaderingen zoals we vanavond hebben. Dus waar moeten wij inschuiven om onze kennis op te doen en te delen? Ik begin links van mij. Ik neem aan dat mevrouw Kloekhorst daar iets over wil zeggen. Of helemaal niet, maar dan hoor ik dat graag. Ik heb volgens mij de portefeuillehouder iets heel duidelijk horen zeggen, namelijk dat de raad betrokken wordt bij de kaderstelling. Dit is een startnota en hij heeft volgens mij toegezegd, zo heb ik het gehoord, dat er nog bijeenkomsten gaan volgen voor ons als raad om meegenomen te worden in het proces die nu met de stakeholders wordt gedaan, dus met de maatschappelijke zorg, maatschappelijke organisaties. Maar ook de burgerinitiatieven die zich daarbij aan hebben gesloten. En daar ben ik natuurlijk zelf ook wel nieuwsgierig naar. Dus ik verwacht ook dat wat de wethouder heeft toegezegd gaat gebeuren. Dank u wel. Op koers. Dank u wel, voorzitter. Op koers die heeft er ook best wel moeite mee van hoe je dat gaat beoordelen. Dus ja, onze vraag is eigenlijk wel dezelfde als de heer Reiling. Maar ik kan mij ook... bij het antwoord van de wethouder, ja, wel bepaalde dingen voorstellen, maar hoe ze in werkelijkheid gaan worden, dat vraag ik mij wel af. D66? Ja, hier hebben we een typisch geval van de kunst van het loslaten. Wij zullen een proces ingaan waarvan we de uitkomst nog niet helder hebben en ook niet van tevoren kunnen vaststellen welke kaderstelling, welke eikpunten en welke... balkuilen en et cetera aan het tegen gaan komen. Dus ik ga het proces vol vertrouwen in en ik verwacht van de wethouder, maar ook van de maatschappelijk betrokken organisaties, dat wij als raad meegenomen worden en dat wij als raad ook tijdig onze mening kunnen vormen en kunnen geven.
Dank u wel, meneer Van der Grampel. Dank u wel, voorzitter. Nou, het woord zegt het al, het is een startnota. We staan nog aan het begin van een weg die we met elkaar afgaan, met maatschappelijke partners, met inwoners, waarbij nog een aantal ronden zullen volgen van consultatie, van bespreking. En daar zijn wij als raad ook gewoon een onderdeel van. Dus ik hoop dat ik daarmee de heer Reiling beantwoord. We staan nog aan het begin van het proces en met elkaar gaan we dit ook wel vormgeven. Meneer Dogger. Dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder heeft het ook al aangegeven. In het stuk staat het wat ons betreft ook klip en klaar. Begin 2017 komt de processchets met de uitgangspunten. En ik denk dat de wethouder heel goed het net gaat ophalen en ons daar ook in die processchetsen nadrukkelijk aangeeft van hoe die stappen dan zullen zijn en ook wat de rol van de raad daarin zal zijn. En als wij dan vervolgens moeten concluderen dat we misschien te veel gaan sturen en de bus leeg komt, zoals de wethouder ook zegt, dan moeten we een stapje terug doen, want uiteindelijk is het ook een stuk vertrouwen en loslaten en de maatschappelijke organisaties de ruimte geven om dit in te vullen. Hartelijk dank. Ik neem aan dat dit voldoende was, meneer Reiling, op deze manier. Althans, iedereen heeft antwoord gegeven op uw vraag. Ja. Oké. Okay. Bespreekstuk of hamerstuk? Voor de... Graag bespreekstuk. Bespreekstuk, heel goed. Dan zijn we nu bij agenda punt 8, duurzame energieproductie, keuzes voor korte en lange termijn. Wie wil daarover? Meneer Jonkhans, meneer Rodemond, meneer Odink en meneer Van der Valk, meneer Kloekhorst. D66 niet. Meneer Rodemond, ja, ik heb uw naam genoemd. Dan is iedereen. Dan begin ik nu rechts van mij, meneer Van der Valk. Dank u wel, voorzitter. Ja, duurzaamheid staat ook bij het CDA hoog in het vaandel. En in die zin kunnen wij ons in grote lijnen wel in de notitie vinden. Een conferentie komend voorjaar, dus zullen we ook graag onze bijdrage in de discussie leveren. Alleen het punt windenergie, daar wou ik toch wel een beetje een nuancering nog bij geven. Een vraag ook aan het college, want ze spitsen het nog behoorlijk toe op windenergie. We hebben laatst een paar bijeenkomsten gehad en toen bleek ook windenergie, ja, daar kun je grote stappen mee doen. Maar het lijkt me goed dat het college ook in dit gremium nog eens even uitlegt waarom men zo nadrukkelijk toespitst op windenergie. Als CDA, zoals gezegd, staan we daar een beetje genuanceerd in. We hebben de afgelopen jaren hebben we de discussie rond de Veenwieken met z'n allen gehad. En nou, die is goed afgelopen in die zin, er komt een windpark. Maar toen hebben we wel eens gezegd, nou, op deze manier willen we het niet weer. We hadden daar soms het idee dat wij bij mensen in de omgeving het windpark een beetje door de strot moesten drukken. Ook om onze doelstellingen te halen. Nou, op die manier willen we dat niet meer. En denken wij, voor windenergie is het uitermate belangrijk dat er voldoende draagvlak voor gecreëerd wordt. En mijn vraag aan het college is dan ook van, hoe denkt men, die stappen wat die zijn wellicht wel nodig, windenergie, maar hoe denkt men voldoende draagvlak te kunnen ontwikkelen? Verder is er sprake van gebruik van duurzame zonne-energie. Nou, daar zijn we wel een voorstander van, uiteraard. Er zijn nog zat daken in onze gemeente die daar geschikt voor zijn. Een kanttekening maken we wel dat wij het gebruik van zonne-energie op landbouwgronden, een soort van energievelden, daar zijn we geen voorstander van. Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen? Dank u wel. Ja, ik had hem al verwacht en daarom was ik er misschien wat als kippen bij. Maar u zet wat kanttekeningen bij de vormen van de energie die tot nu toe het meest kansrijk lijken te zijn, wind en zon. En u vraagt terecht ook, ik heb diezelfde vragen ook aan het college, hoe denkt u dan te komen tot draagvlak bijvoorbeeld? Maar als u die kanttekeningen allemaal op een rijtje zet, die u net noemt, kunnen we dan in uw optiek wel de doelstellingen zoals nu geformuleerd behalen? Of heeft u zelf toch andere ideeën daarover? Die doelstellingen kunnen we halen als er voldoende draagvlak is.
Vinden we dat draagvlak niet, dan zou het wel eens moeilijk kunnen worden, denk ik, ja. Met name op het vlak van windenergie. Want ik heb ook uit die discussiebijeenkomsten meegekregen dat met windenergie kun je wel grote stappen doen. Maar als daar absoluut geen draagvlak voor te creëren is in deze gemeente, ja, dan kan het wel eens moeilijk worden. Voorzitter, eventjes daarop doorredenerend. Vindt u het dan ook acceptabel dat de doelstellingen niet gehaald worden? Zelfs. Wij streven ernaar dat die doelstellingen gehaald worden. Maar het blijft een doelstelling natuurlijk. En het moet wel op een verantwoorde manier gebeuren naar ons idee. Was er wel door uw vragen heen, meneer Van der Valk, want u werd onderbroken door meneer Rodemond? Ik was wel door mijn vragen heen. Ik had nog wel een opmerking. Het element van energiebesparing, daar willen wij toch ook graag in het kader van de duurzaamheid toch aandacht voor blijven vragen. En een ander punt waar ik aandacht voor zou willen vragen is dat misschien ook onze gemeente een stimulerende rol kan hebben bij het ontwikkelen van slimme energienetten. Want energie produceren is één ding, maar het transport daarvan en ook de opslag daarvan op een slimme wijze en verantwoorde wijze, dat zou naar ons idee ook gestimuleerd kunnen worden. Graag daar ook een reactie van de wethouder. Dank u wel. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Zoals in het stuk wordt aangegeven, zullen alle zeilen moeten worden bijgezet om de energiedoelstellingen, waar we ook als raad, maar ook wij als ChristenUnie zich aan hebben geconformeerd, te realiseren. Het lijkt erop dat zonder een beroep op grootschalige windenergie het niet zal lukken om de doelstellingen op korte termijn te halen. De afgelopen jaren zijn er wel bijvoorbeeld vergunningen verleend voor biovergisting, maar daarmee halen we de doelstellingen niet. De nu voorgestelde doelstellingen van 14% voor 2020 en 20% voor 2023 zijn deze realistisch. En graag willen we hierop van de wethouder een reactie. De vraag aan de wethouder is ook van, we hebben wat nu te doen met de beleidsvisie windenergie Noordoost-Overijssel. De BLO uit 2004. De gemeente heeft zich destijds op het standpunt gesteld dat er ingezet zou worden op grootschalige windenergie. In het raadsvoorstel stelt de wethouder voor om aansluiting te zoeken bij het provinciaal beleid en in eerste instantie te koersen op een lange termijn doelstelling van 20% duurzame energie in 2023. Laat de wethouder hiermee de doelstellingen van 14% in 2020 los. Graag willen we daar een reactie op. Indien de gemeente op een coöperatieve manier bezig wil gaan met windenergie, in hoeverre blijft dan ook de grootschaligheid bestaan? En dit vragen wij, voorzitter, met nadruk, omdat wij als fractie tegen verpaupering zijn van het landschap door links en rechts kleinere of solitaire windmolens toe te staan. Voorzitter, als raad hebben wij het idee dat Dedertvaart Zuid haar bijdrage heeft geleverd door de recente besluitvorming om daar 5 windmolens te plaatsen. Is de wethouder voornemens om ook Dedertvaart weer in beeld te brengen als het gaat om grootschalige windenergie? Als we kijken naar braakliggende gronden, die de gemeente op dit moment nog heeft, ziet de wethouder ook mogelijkheden om daar de komende 10 of 15 jaar grootschalige zonne-energie te produceren. En ziet de wethouder ook mogelijkheden door bewoners in coöperatief verband mee te laten doen om massaal zonnecollectoren op daken te plaatsen en die bewoners een bijdrage te betalen uit de nog eventueel in te stellen duurzaamheidsfonds? En in hoeverre zouden ook bedrijven op industrieterreinen in aanmerking kunnen komen voor wind- of zonne-energie? En dan sluit ik af, voorzitter. Welke reale mogelijkheden zijn er nog voor nieuwe technologieën? En welke mogelijkheden zijn er voor participatie buiten de gemeentegrenzen? Wordt dit nadrukkelijk in de onderzoeken meegenomen of overwogen? Dat was mijn bijdrage in de eerste ronde. Dank u wel. Meneer Rodermond. Voorzitter, dank u wel. Het stuk lezende vonden wij persoonlijk het voorstel eigenlijk nog aan de magere kant. Want we mikken op een doelstelling van 30% energieopwekking in 2030. Dat betekent dat we nog vele jaren moeten gaan leven op fossiele energiebronnen. Wat dat betreft denken wij eerder dat de doelstelling uitgebreid mag worden wat ons betreft, en graag een reactie daarop ook van de wethouder, naar uiteindelijk 100%, en hoe gaan we dat dan bereiken?
dan denk ik niet meer aan de middelen die we zouden moeten inzetten. Dus alleen maar windenergie of zonne-energie of bio, et cetera. Dat zijn middelen. Maar kijken we ook nadrukkelijk naar hoe gaan we dat vormgeven in onze samenlevingen. En dus ook de rol tussen overheid, bedrijven, onderwijs, inwoners. Hoe krijgen we die keten helemaal sluitend? En dat zie ik nog helemaal niet terug in het voorstel wat nu voor ligt. Dus eigenlijk is de vraag die daarboven ligt, hoe moet ik dit stuk lezen? Is dit een start van een nieuw beleid? En moeten we nog nadenken over de invulling naar de toekomst toe, na die 100% die wij zo graag zouden zien? Of is dit daadwerkelijk de ambitie die wij voor ogen zouden hebben? Graag een reactie daarop. Voorzitter, mag ik daar ook een vraag over stellen? Haakt het erop in, want anders wil ik hem liever voor de tweede termijn bewaren. Dat mag ook. Oké. Dan ga ik naar meneer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, het mag bekend zijn van, wij zijn nooit fervent aanhanger geweest van de windenergie. Binnen onze fractie is wel eens gezegd, met name de laatste jaren, van de leden is weg van de vier wieken. Die wensen wij niet weer af te leggen. Aan de andere kant erkennen wij dat zonder windenergie wij het niet zullen halen. Nu ligt dat bij ons. Niet zo zwaar, want je kunt op een gegeven moment moet je ook weer realistisch zijn en kijken van wat is haalbaar zonder dat je tegenwerking krijgt. Maar als wij kiezen voor windenergie, dan zullen we ook heel goed moeten beseffen dat het lange termijn wordt. En het zal alleen kunnen door draagvlak, zoals de heer Van der Valk van het CDA ook aangeeft. Alleen op die manier zal er waarschijnlijk op korte termijn wat windenergie opgewekt kunnen worden. En dan denken wij echt aan door en voor de inwoners. Wat betreft de zonne-energie, ja, ik heb hier en daar nog eens weer wat rondgeneust. En dan zie je dat in Duitsland men over 9 jaar op 50% duurzame energie zit. En dan denk ik, en daar speelt met name zonne-energie een hele grote rol. Het zal toch niet zo zijn dat de zon in Duitsland groter is dan die in Nederland. Voorzitter, er zijn diverse vragen gesteld. Ik wacht het antwoord even af. Maar het gaat ons met name om de punten 1 en 2 in het besluit. Die drukken ons, die dreven ons weer richting grootschalige windenergie. En daar kan ik nu op voorhand wel zeggen, die weg willen wij niet bewandelen. Dank u wel, meneer Kloekhorst. Meneer Jonkhans. Ja, dank u, voorzitter. Nou, in het algemeen kunnen wij ons goed vinden in het verhaal. We hebben desalniettemin toch nog wel een aantal vragen. Ook over het draagvlak. Er is in de groep waarmee we dit stuk hebben voorbereid in de raad, is er ook vaak gesproken over het voorbeeld van Nijmegen. Nou, ik zie eerlijk gezegd niks terug in van de lessen die daaruit te leren zijn voor om het draagvlak te creëren. Dus daar zou ik graag wel ook wel antwoord op willen hebben. Net zoals de heer Van der Valk en de heer Koekhoos. En, maar daarnaast is ook, ja, we weten dat hernieuwbare energie, dat kost heel veel ruimte. In vergelijking met andere Nederlandse gemeentes zijn we wat dat betreft rijkelijk bedeeld. En we hebben dan met betrekking tot besluitpunt 2 de volgende vragen. Het planbureau van de leefomgeving rekende onlangs uit wat we in Nederland moeten doen om de afgesproken doelstelling van Parijs van maximaal 2 graden beperking te halen. Dan zou je in 2030 al een reductie gehaald moeten hebben van 40%. Als dan eveneens de afgesproken doelstelling van 1,5 graad willen behalen, beseft het planbureau dat de uitstoot al met 47% moet zijn gekrompen. Hoe beziet het college de gehanteerde 30% reductie in 2030 in dat licht en gegeven het feit dat onze gemeente relatief veel ruimte heeft? Dank u wel. Dan wil ik de portefeuillehouder graag vragen. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat even in het algemeen, de opbouw van het voorstel is eigenlijk tot stand gekomen, zeg maar, door een reeks van activiteiten die we met elkaar hebben ontplooit de afgelopen maanden. We hebben met elkaar het programma Duurzaam Hardenberg vastgesteld, enkele jaren geleden.
Ik heb u vervolgens meegenomen naar een aantal projecten. We hebben hier een presentatie gehad van AGEM, de Achterhoekse Energiemaatschappij. Een Twents voorbeeld hebben we gezien. We zijn met elkaar volgens mij in januari naar Saarbeek geweest in Duitsland met een delegatie. Om te kijken hoe daar een oud NAVO-depot is omgebatterijd, zeg maar, tot een energiepark. En u was vervolgens zo enthousiast dat u mij een week later een motie gaf van wilt u uw ladder even wat verhogen? Nou, dat vond ik wel mooi, moet ik eerlijk zeggen. Maar daar staan we dan ook nu voor, want u heeft mij gevraagd om die ambitie te verhogen. En ik doe dat met alle plezier, zeg ik dan ook maar wel vanuit een realistisch besef. Want uiteraard hebben we ook gekeken, ja, wat is nou een realistische doelstelling? Hè? En hoe kom je nou aan die percentages die je noemt? Percentages zijn natuurlijk niet in dat opzicht een indicator. Aan de andere kant, als we kijken naar de SER-advies rondom het energieakkoord dat is geweest, wat u wellicht ook kent, onze provinciale ambitie, die ook in lijn is, zeg maar, met wat wij willen, en ook gebaseerd, zeg maar, op de omgevingsscan, zeg ik dan maar eventjes, provinciale scan, dan denk ik dat wij een realistische ambitie hebben. Dat is een visie van het college. Ook gelet, zeg maar, op de kansen die nog hier liggen. Rondom wind, zon, biomassa, restwarmte en dergelijke. En misschien zijn we wel in staat straks om een veel hogere percentage te realiseren. Maar ik wil ook wel even nu nog met het been op de grond blijven staan. Want ik ben wel heel benieuwd, dat zeg ik ook maar tegelijkertijd, wat 2017 ons gaat brengen. En als we echt deze vaart erin gaan brengen, en ik zie welke projecten eraan zitten te komen, nou, dan moeten we misschien over een jaar nog maar eens tegen elkaar gaan zeggen van waar staan we nu en zijn we dan in staat om die ladder, om die lat die we nu gaan vaststellen, nog meer te gaan verhogen dan die 30%. Dat zou mijn uitdaging wel zijn, maar ik vind het nu nog te vroeg om te roepen, nou laten we nu maar gaan naar 40% of 50%, want dan weet ik het niet precies waar ik het over heb. Dus met de kennis van nu, gebaseerd op huidige onderzoeksgegevens, gebaseerd op de fysieke structuur van onze gemeente en de kansen die er zijn rondom zon en wind, biomassa en restwarmte, en daar zien we hele mooie voorbeelden van bij bedrijven ook, denk ik, is de optiek van het college, dat dit een realistische doelstelling is. Laat het daar even helder in zijn. En als je kijkt vervolgens ook, zeg maar, naar de het energieverbruik wat gemiddeld genomen, zeg maar, plaatsvindt in onze gemeente, maar ook landelijk, hè, dan is de algemene trend dat 40% van het energieverbruik bij bedrijven vandaan komt en 33% bijvoorbeeld door mobiliteit en vervoer. Hè. Dat is nog een heel ander aspect wat we ook moeten gaan meenemen in de komende tijd. Meneer Rodemond. Dank u wel. Meneer De Vent, even een vraag over die ambitie. En ik snap uw antwoord daarbij wel. Maar ja, de heer Van Valk refereerde er ook al naar. We moeten niet alleen kijken naar het punt van de opwekking van de energie, maar ook inderdaad naar het verbruiken, transport, opslag, et cetera. En natuurlijk ook kijken naar al die doelgroepen die er zijn. Dus inderdaad, mobiliteit is een doelgroep. Maar hoe zit dat in dat stuk nu? Hoe moet ik dat dan duiden? Want ik ben echt op zoek, ik wil echt wel met u meegaan in deze reis. Maar als we nu zeggen van we stellen vast tot 2030 is het 30% en dat gaan we doen door windenergie. Ja, dat vind ik dan te klein, te weinig. Begrijpt u? Korte reactie daarop. Uiteraard gaat het ook om energiebesparing. En daar zitten we al jaren op in als gemeente. Vanuit die gebouwde omgeving wat we in de afgelopen jaren en activiteit hebben ondernomen, daar weet u waarschijnlijk vanuit de provinciale aanpak waar wij aangehaakt zijn. En waarin we ook een van de koplopers zijn met 1500 woningen die verduurzaamd zijn de afgelopen tijd. Maar we weten ook dat we met energiebesparing maximaal 25% ongeveer van onze doelstelling kunnen behalen. Dat zijn gewoon onderbouwde gegevens. Daar moet je op blijven inzetten, want zover zijn we nog niet. En mobiliteit, ja, die gaat zeker ook een rol spelen, zeg maar, bij de uitwerking van deze ambitie. Want wat hiervoor ligt, is de ambitie met elkaar vaststellen. En de wat-vraag, zou ik willen zeggen. En de hoe-vraag, hoe we dat precies gaan doen, die komt. Dus na vandaag, of over 2 weken, als u een besluit neemt, zullen wij ook die verschillende mogelijkheden gaan verkennen. Maar we blijven wel onze focus houden ook op zon, wind, biomassa, warmte. En ook, wat mij betreft, een kansrijke sector als de mobiliteit. Want daar zien we ook mooie initiatieven in. Dat snap ik, voorzitter. Maar u zegt hier wederom dat dit de ambitie is die we gaan vastleggen. Terwijl u ook in uw betoog zegt, er zijn wat mij betreft ook mogelijkheden in de loop der tijd als we nieuwe inzichten krijgen om die ambitie op te schroeven. Dus dit moet dan wat dat betreft een wat flexibele ambitie zijn in die zin.
Ja, ik kan me voorstellen dat wij elkaar wat vaker gaan ontmoeten rondom dit thema. Omdat de technieken op dit moment ook heel snel gaan. Dus er zijn heel veel ontwikkelingen op dit moment die maken dat misschien die kansen nog wel veel groter gaan worden. Dus ik stel me ook voor dat we elkaar wat vaker met dit onderwerp, met elkaar vaker met dit onderwerp in gesprek gaan. Om te kijken van waar staan we nu. En daarmee heb ik ook gezegd naar deze doelstelling toe. Wat mij betreft is het eind 2017 of begin 2018 in deze college- en raadsperiode een moment om te kijken waar je dan ten opzichte van 2020 staat. Zo moet je het lezen. Voorzitter. Ik wil eerst naar meneer Jonkhans en dan naar meneer Van der Van. Ik heb een vraag hierover, want in mijn bijdrage refereerde ik ook aan het Parijs, wat daar is afgesproken. En ik stel vast dat het eigenlijk nog niet doorgewerkt is in dit verhaal. Dus naast de kansen, zeg maar, die nieuwe technieken bieden en die volgens u veelbelovend zijn, zou ik ook dan graag in die update meegenomen willen zien de vertaling van de doelstellingen die in Parijs zijn afgesproken. Wat is uw vraag dan concreet, als ik vraag me? Nou, dat de doelstellingen die in Parijs zijn afgesproken, mee worden genomen in de aanscherping van deze doelstelling. Nou, misschien is het goed dat we daar ook in aanloop naar over 2 weken nog eens keer op terugkomen. Dus zal ik die relatie nog eens keer leggen met wat in Parijs is besproken. Als je dat goed vindt. Ja. En maak me even breed in een breed kader. Dan hebben we het over energieakkoord, maar ook Parijs wat mij betreft. Meneer Van der Val. Meneer Van der Val. Voorzitter, ik ben blij met het gezegde van de wethouder dat hij de doelstellingen nu op dit moment niet nog hoger wil, de lat nog hoger wil leggen. Ik denk ook als we de wind meekrijgen, om zo maar te zeggen, kun je altijd herijken in de toekomst. Dus dat vind ik wel verstandig. Verder geeft de wethouder aan dat hij wel mogelijkheden ziet om die doelstellingen zoals ze nu zijn, om te halen met de initiatieven waar hij al kijk op heeft. Mijn vraag daarbij is, hoe zit het met het draagvlak van die initiatieven? Want dat is voor ons wel essentieel. Daar was ik nog van plan om bij de beantwoording van de vragen zo op terug te komen, als u dat goed vindt. Dat vind ik goed, maar meneer Bak had volgens mij ook een vraag, dus dan wil ik meneer Bak eerst een vraag laten stellen. Ja, die sluit aan, dank u wel voorzitter, bij de opmerking die gemaakt wordt door de heer Jonkhans over wat er in Parijs is afgesproken. Parijs gaat natuurlijk niet alleen over duurzame energie, Parijs gaat over veel meer. Dus we moeten wel even zorgvuldig zijn om niet het hele duurzame energieopwekkingsdossier toe te kennen aan Parijs, of andersom, hoe je het ook wilt formuleren. Dus daar moeten we wel even zorgvuldig in zijn, want anders gaan we ons doelstellingen opleggen die wellicht niet helemaal realistisch zijn. Ik zal ook de relatie leggen naar Parijs toe vanuit die optiek. Dus, ja. Ik ga terug naar de beantwoording van de vraag, als u dat goed vindt. Nou, ik heb al iets gezegd, meneer Van der Valk, over de nuancering met betrekking tot de windenergie. Draagvlak, nou, als het daarover gaat. In het voorstel staat ook dat we komen met een afwegingskader. En u heeft allen gezegd, ook op basis van ervaringen uit het verleden, van het draagvlak is wel essentieel. Dat hoor ik ook op koers per nu zeggen. Want dat vinden wij een essentiële voorwaarde om mensen mee te kunnen krijgen. Nou, er zijn genoeg voorbeelden van in het land. Meneer Jonkhans gaf dat ook aan rondom Nijmegen. Ik weet bijvoorbeeld zelf ook in Lochem, Lochem Energie, maar ook bijvoorbeeld in Breda, waar er sprake is van een windenergiepark aan de A16. Daar wordt me nadrukkelijk gezocht, zeg maar, naar participatie, deelname van inwoners, bewoners, maar ook ondernemers, zeg maar, in dit project. Zodat men en iedereen kan profiteren, zeg maar, van de revenuen van windenergie. Dus draagvlak lijkt me een essentiële. En in het afwegingskader wat wij gaan vaststellen, komt die draagvlaktoetsing ook nadrukkelijk terug. Eigenaarschap, draagvlaktoetsing, financiële participatie en ook de robuustheid. Want u heeft ook een paar keer genoemd hier van, ja, moeten we nog wel gaan voor 1 windmolen? Ja, of gaan we toch voor wat meer robuustheid? Dat heb ik volgens mij meneer Oring ook horen zeggen. Nou, dat is een onderwerp wat wij in die uitwerking daarvan gaan meenemen. En u heeft opmerking gemaakt over hoe u kijkt naar zo'n energie rondom landbouwgronden. Meneer Boersma heeft een opmerking over. Ik heb even, en niet om een woordje te zeuren, maar u gebruikt het woord essentieel. Hè? Het is, draagvlak is een essentieel punt, hè? Dat sluit aan bij wat meneer Van der Valk vroeg. Ik denk van ja, we hebben ook een doelstelling. We willen ook wat bereiken met elkaar. En als je zegt de draagvlak is essentieel, dan heb je kans dat je de doelstelling nooit haalt, omdat iedereen tegen is. En dan haal je draagvlak dus nooit. Dus u zet het nogal scherp aan met het woord essentieel. Dan zou u daar wat over kunnen zeggen. Want volgens mij zegt u iets. Nou, wat is de vraag is ook verstandig om dat te zeggen, want dan sla je misschien wel de deur dicht.
Nou, ik zeg dat ook. Voorzitter, ik was wel blij met die stellingname van de. Ja, dat snap ik. Gezien wat u gezegd heeft eerder in deze vergadering. Meneer. Ik heb hem bewust wat scherp gemaakt, mevrouw de voorzitter, omdat we heel vaak hierover in deze raad ook met u gesproken hebben. En omdat er wel eens misschien het gevoel was dat het niet zo was. En daarom maak ik hem expliciet wat scherper. En misschien noem ik dan het woordje essentieel. Maar ik vind hem wel heel wezenlijk, zeg maar, om uiteindelijk ook straks iedereen mee te kunnen krijgen in misschien ook nieuwe projecten die we gaan. Want ik heb wel de ervaring ook elders, dat als je één keer een project ontwikkelt met draagvlak, dat ook anderen dan snel kunnen volgen. Nee, even voor de helderheid, voorzitter, mag. Hè? Het is hartstikke belangrijk dat je draagvlak hebt. Dat is participatie ontzettend belangrijk als je dat is het mooiste wat er is. Maar het zou ook kunnen zijn dat je draagvlak niet hebt en dat je toch je doelstelling wil behalen. En meneer Van der Valk reageert terecht op ik schrok er ook van dat hij het zei, en ik schrok ook dat u het zegt. Denk ik, ja, als die situatie zich voordoet dat we geen draagvlak krijgen en we komen nooit aan onze norm, dan moeten we misschien wel de guts hebben als raad te zeggen, en nu gaan we toch onze doelstelling halen. En sluit dat alsjeblieft niet uit. Nee, maar dat is, dan begrijp ik u inderdaad goed. En volgens mij hebben we dat ook wel zo verwoord in dit voorstel. We hebben ook nadrukkelijk gezegd van we gaan op zoek naar kansrijke initiatieven met draagvlak, maar als het dat niet lukt, en dan moeten we zelf aan de bal. Zo is het. Zo moet u het lezen. Hoe zit het? Meneer Kloekhorst, graag eerst en dan meneer Bak. Sorry, meneer Bak. Voorzitter, dank u wel. Ik wil er even terug, maar het woord is bijna verdwenen. En ik ben altijd bang voor dat woord. Dat is het woord robuust. Dat betekent toch niet dat we de 50 gaan plannen. We zeggen, nou schiet er maar 40 af. Dan blijft er nou lekker 10 over. Want dan is de onrust onder de bevolking niet meer in toom te houden. Voorzitter, als meneer Kloekhorst, ik zal het woord robuust zullen we nader definiëren. Dat lijkt me wel anders. Meneer Bak eerst en dan meneer Rodemond. Ik wil toch nog even graag terugkomen en wat scherper doorkomen ook op de vraag van de heer Boersma. En dat is een vraag aan ons hier als raad. Wat stellen wij als prioriteit? Stellen we als prioriteit draagvlak of stellen we als prioriteit het halen van de doelstellingen? En daar moeten we volgens mij met elkaar wel een discussie over aangaan en ook helderheid in zien te krijgen. Ik denk dat het, mag ik daarop reageren, mevrouw de voorzitter? Ik denk dat het goed is om in het afwegingskader dat nadrukkelijk ook met elkaar te benoemen en daar ook een soort prioritering alleen aan te geven. Als dat ons helpt, dan gaan we dat zeker ook met elkaar scherper maken. Voorzitter, mag ik even reageren op die? Nee, ik had meneer Rodemond beloofd dat hij naar meneer Bak mocht en dan mag u naar meneer Rodemond. Ja, maar de heer Bak stelde een vraag ook aan aan de raad, denk ik. Maar okay. Ik had het toch graag zo willen doen. Voorzitter, dank u wel. Ik wou reageren op meneer Kloekhorst. Daarmee eigenlijk ook inderdaad wel op dat hele draagvlak punt. Want je kan ook veronderstellen dat er heel weinig draagvlak is voor het omzeep helpen van je milieu, om wat geks te noemen. Hè? Dus dat nemen we niet mee in deze discussie. We kijken alleen maar naar nieuwe ingrepen in je landschap. En natuurlijk kan dat pijn doen. Natuurlijk kan dat bij mensen wat naar binnenkomen. Maar als je dan de vraag daar tegenover stelt, vindt u het dan prima dat wij bijvoorbeeld 80% van onze energie opwekken door het gebruiken van fossiele energie? Zal ook heel weinig mensen daar ja op zeggen. Dus mogelijk is daar een afweging ook nog in te maken. Ook misschien in het licht van de toezegging van de heer De Vent om dat ook mee te nemen. Meneer Van der Valk. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou inderdaad nog even reageren op de vraag van de heer Bak over draagvlak of doelstelling. Waar gaat het nou eigenlijk om? Ik heb in mijn betoog, dacht ik, een en ander mal aangegeven dat voor ons draagvlak toch wel heel belangrijk is. En ik beluister bij de ChristenUnie een beetje van, nou ja, als er geen draagvlak is, dan doen we het toch wel. Misschien versimpel ik het nu, maar voor ons is draagvlak wel heel, heel belangrijk in elk geval. Hier moet ik even op reageren. Dat zeggen we echt niet. Wij zeggen draagvlak staat boven alles. Maar het kan zo zijn. En dan moeten we ook de guts hebben, heb ik gezegd. Om te zeggen, hé jongens, en we krijgen geen draagvlak. En toch moeten we onze doelstellingen halen. Want u versimpelt het nu wel heel erg dat we draagvlak niet belangrijk vinden. Dat vinden we net als u belangrijk. Alleen, we zeggen, hou de mogelijkheid open om toch dat naast je neer te leggen. Meneer Van der Valk. Dan meneer Bak. Ja, nou, ik versimpel het even om het even helder te krijgen. En doelstelling op zich is bij mij niet heilig. Als de hemel naar beneden komt, hebben we allemaal een blauwe pet. Dat is ook een spreekwoord. Draagvlak is voor ons heel erg belangrijk. In ons beeld, meneer Van der Valk, als de hemel naar beneden komt, hoeven we ons over het milieu niet meer druk te maken, want dan zijn we er altijd heen.
Maar dat bedoel ik niet spotten. Maar een tweede is, wij zijn rentmeesters van deze aarde. En ik ben, meneer Rodemond zei dat net ook. We moeten er echt met elkaar voor zorgen dat ook ons nageslacht deze aarde nog kan bewonen. En dan kan het me wat minder schelen dat misschien op termijn er een aantal mensen zegt, ik wil het ding niet in mijn achtertuin. Ik wil zorgen, wij willen zorgen als ChristenUnie dat deze aarde waarop we nu wonen ook bewoonbaar is voor ons nageslacht. Meneer Bak. Voorzitter, ook dan vanuit onze kant, wat vanuit de kant van de VVD iets meer kleur te bekennen. Ik denk dat we de les moeten leren vanuit het verleden. En dat we in de toekomst echt moeten kijken van hoe we kunnen komen tot draagvlak. Daarbij zeggen we niet dat doelstellingen in één keer niet meer gelden. Maar dat we wel creatief moeten zijn, ook in de juiste, op het juiste moment, in deze tijdsgeest, het draagvlak zoeken bij de omgeving. En dat moet op een andere manier dan dat is tot nu toe gedaan is. En ik denk dat we vorige week handvaten gekregen hebben hoe we dat op een andere manier zouden kunnen doen. En als dat in het voorstel en in de discussie in 2017 meegenomen wordt, denk ik dat we een heel goed gesprek met elkaar hebben. Dank u wel. Wilt u nog wat, meneer? Zeg meneer Van der Valk, of was de microfoon een vergissing? Oké. Nee, dank u, voorzitter. Ik geef het woord terug aan meneer De Vent. En dank aan de raad voor deze opmerking. Want daar kunnen we zeker ook ons voordeel mee doen, zeg maar, bij de uitwerking van 2017. Ik kom nog even terug bij de laatste vraag van de meneer Van der Valk over energiebesparing en ook de energienetten, waar u een vraag over had. Nou, we zijn, zoals u weet, hebben convenant afgesloten met Rendo en Kogas om gezamenlijk in onze duurzaamheidsambities samen op te gaan. En dat is onder andere ook een van deze aspecten is daarin meegenomen om die mogelijkheden verder met elkaar te onderzoeken. Warmtevisie. En ook de koppeling met de restwarmte. Dus ik zie hele mooie dingen die kunnen gaan ontstaan. Ik zeg het nog wat enigszins voorzichtig, maar dat moet nog wel staat nu op papier. Maar dat moet allemaal nog wel gerealiseerd gaan worden. Maar dus in dat opzicht wordt u bediend, zou ik willen zeggen. Meneer Oding, doelstelling realistisch. Nou, daar heb ik volgens mij in het begin al iets over gezegd. Het zal altijd achteraf blijken of die realistisch is geweest. Als het gaat om de beleidsvisie Blauw en nu die 14% die u neerlegt. Onze doelstelling voor 2020 is nog steeds die 14%, hè, dat weet u. Alleen we hebben wel gezegd in opdracht van u zelf, van uw gemeenteraad, van maak nou eens een langere termijn doelstelling. En ik heb ook aangegeven wat nodig is om die doelstelling van 2020 te halen. Hè, weet u nog, er moet nog 5% gerealiseerd worden. En dat is niet zo lang meer. Nog 3 jaar, zeg ik dan maar eventjes. Dus we moeten heel erg hard aan de bak, zou ik willen zeggen. Om dat met elkaar voor elkaar te krijgen. En dat gaan we ook doen. Maar daarom wil ik het wel in die stappen gaan doen. En nogmaals, ook op de vraag van de heer Jonkhans. We zullen natuurlijk tussentijds steeds kijken van waar we op die ladder van onze doelstellingen en ambitie staan. En misschien kun je er nog wel een versnelling gaan aanbrengen. Maar met de kennis van nu, met de wetenschap van nu, vinden wij dit een realistische doelstelling. En zijn we echt heel enthousiast, zeg maar, over de initiatieven die eraan staan te komen. Want er zijn ondernemers die zich ook gewoon nu melden bij ons. Als het gaat om wind, als het gaat om zon. Maar het moet allemaal nog wel gerealiseerd gaan worden. Grootschaligheid hebben we volgens mij iets gezegd over in het licht van robuustheid. Voorzitter, ik heb even nog een vraag. De wethouder gaat in op grootschaligheid van zon. Maar ik hoor net toch meneer Van der Valk zeggen van ja, maar daar vindt u ons op onze weg. Dan heb ik eigenlijk een vraag voor meneer Van der Valk. Van, stel nu dat het ingevuld zou kunnen worden met biomassa en mestvergisting, et cetera. Daar moet ook biomassa aan te pas komen. Vindt u dat wel een begaanbare weg? Sorry, ik heb de opmerking gemaakt met name op het gebied van zonne-energie. Wij vinden niet dat landbouwgronden die geschikt zijn om gronden die geschikt zijn om voedsel te produceren, dat die gebruikt moeten worden voor grootschalige zonne-energievelden. Dat was mijn punt. Maar u zegt ik kom u tegen op het gebied van zonne-energie. Nee, zonne-energie staan wij ook voor. Maar als nu de uitkomst is van de activiteiten met bijvoorbeeld maïsteelt om tezamen met mestvergisting te doen, is toch de netto opbrengst van die oppervlakte, is energie. Dat is het, daar verdient de boer dan zijn geld mee. Of dat nu door mais gebeurt, of door zonnepanelen, dat maakt toch niet uit. Wij
vergisters zien wij met name voor mestverwerking geschikt. Maar voor bijvoorbeeld mais heeft niet onze voorkeur. En maar vergisters, die draaien nu op mest en op biomassa. Maar ik wil deze discussie even afkappen, als u het goed vindt. Want ik heb meneer Van der Valk een duidelijk antwoord horen geven. En u duikt een beetje de techniek van de vergister in. Daar wil ik een beetje uitblijven. Nou, ik wijs op het verschil in wat nu het verschil in opbrengst is. Ja, ik geef meneer Bak eerst het woord. Ik kan vragen aan de heer Van der Valk misschien om ook even iets duidelijker te krijgen van wat het CDA nu bedoelt. We zijn tegen grootschalig, of niet, we zijn geen voorstander van grootschalige zonne-energie. Waarom niet? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Net als u weten wij ook dat de wereldbevolking nog steeds snel toeneemt. En er nog steeds een geweldige behoefte is aan productie vanuit de landbouw. In die zin vinden wij het zonde om goede landbouwgronden in te zetten voor energieproductie. Ik kies dus heel nadrukkelijk principieel voor voeding en tegen het rendement wat eventueel een boer zou kunnen maken met het plaatsen van zonnepanelen op zijn landbouwgronden. Laat die ze op zijn dak plaatsen, zou ik zeggen. Begrijp ik dan ook goed van meneer Van der Valk dat bloementeelt, om maar eens wat te noemen, dan ook tot het verleden behoort? Dat hebt u mij niet horen zeggen. Maar die kun je niet eten, tenzij het oorlog is in 40-45, maar anders niet. Er worden meer dingen geproduceerd op deze aarde die we niet kunnen eten, die we toch nodig hebben om... Nee, maar ik hoorde u net zeggen dat het voor voedsel geproduceerd mag worden, dus mag je het ook voor energie doen? Bloembollen, voor energie bedoelt u? U snapt wel wat ik bedoel. Ik kap hem hierbij af, want volgens mij is duidelijk wat er bedoeld wordt. En was er dat ook eigenlijk al, maar dank voor deze verduidelijking alsnog. Meneer Vent, gaat u verder. Dank u, mevrouw de voorzitter. Meneer Ording vraagt ook of Eversel Deert en Zwartzijde ook weer in beeld is. Nou, voor ons betreft in alle gebieden in beeld. Als het gaat om kansrijke winstprojecten, dan zeg ik dan maar. We zeggen niet op voorhand, daar gaan we weer naartoe. We zullen alle kansrijke windgebieden meenemen. Maar ook daarvoor geldt, als er initiatieven zelf naar die samenleving komen, hebben we natuurlijk een andere startsituatie. Maar ik sluit niks uit. Maar we hebben toch ook als raad gezegd dat het beeld is ontstaan dat in Deerdensvaart Zuid zeg maar zijn bijdrage heeft geleverd, hè? Met de plaatsing van de 5 windmolens nu. Ja, maar ik zeg ook niet dat we daar direct weer naartoe zullen hollen, maar ik sluit het ook niet voor altijd uit. Dat is wat ik zeg. En braakliggende gronden, ja, idem dito. Kijk, als er kansrijke initiatieven zich voordoen, ook van grondeigenaren, zeg ik dan maar, die wat willen met zon of met wind, ook dat is een kans. Duurzaamheidsfonds, nou ja, volgens mij heeft de provincie heeft natuurlijk ook een haar duurzaamheidsfonds. We hebben ons eigen duurzaamheidsfonds die nog gevuld moet gaan worden. Hè? Dus er ligt een nadrukkelijke motie vanuit de raad. En dan gaan we ook kijken hoe wij ons eigen financieringsconstruct hieromtrent kunnen gaan inzetten. Met name vanuit, wat ik ook begrepen heb, vanuit de Partij van de Arbeidsfractie voor lokale initiatieven om die daaruit ook te stimuleren. Maar ik wil ook een verbinding dan leggen zeg maar, tussen enerzijds ons lokale fonds, de kansen die er op provinciaal fonds of provinciaal niveau nog liggen, om die met elkaar te combineren. Waarom niet? Nieuwe technologieën, nou die dienen zich bijna iedere dag aan. Wat ik wel heel mooi vind, als het gaat om vervoer, bijvoorbeeld wat we nu in Utrecht zien in de wijk Lombok. Heel mooi voorbeeld waarin zeg maar, zonne-energie via laadpalen wordt gekoppeld zeg maar, aan een elektrische auto. En weer gekoppeld aan zonnepanelen. Daar hebben ze een eigen smart grid, zeg maar. Rondom vervoer en energieopwekking hebben ze geregeld in een wijk. Nou, je kunt dus zien hoe snel dit gaat. We zijn er wel benieuwd naar wat de opbrengsten daarvan zijn en hoe die dan bijdragen. Maar alle kleine stukjes helpen om uiteindelijk straks bij de doelstelling te komen. Dus die nieuwe technologieën, die zullen we zeker ook een kans geven. En ik hoop ook dit soort initiatieven in onze gemeente kunnen gaan realiseren. En als je kijkt naar de ontwikkeling van elektrische auto's en ook zeg maar, je kijkt ook naar de bekende merken die nu vooral meer aan de slag willen, ook onder de invloed zeg maar, van de olieindustrie.
en de prijs van olie, dan denk ik dat, dat ook daar de versnelling misschien nog wat harder kan gaan dan wij nu vermoeden. De vraag blijft natuurlijk ook altijd wel, welke kansen heeft dit en krijgt dit straks ook onder andere politieke gesternten? Want daar zijn we natuurlijk ook alweer van afhankelijk. En daarmee zeg ik ook tegelijkertijd, als u de programma's heeft gezien van de partijen en politieke partijen die straks in maart weer gaan mededingen. En dat is, gaat dan om duurzaamheid. Er stond vandaag in de Volkskrant een uitgebreid artikel over hoe elke partij met duurzaamheid aan de slag wil. Maar daar zitten wel hele grote verschillen tussen. Dus die eenduidigheid en ambitie die vanuit het energieakkoord spreekt, die zien dan niet altijd 1, 2, 3 terug zeg maar, in de politiek programma's. Rodemond. Hoor ik nu de wethouder zeggen dat wij onze ambitie gaan koppelen aan mogelijke verkiezingsuitslagen van volgend jaar? Nee. Dan hoor ik u misschien verkeerd. Kunt u dat dan even verduidelijken? Nee, ik zeg alleen maar dat uiteindelijk de kansrijkheid zeg maar, van nieuwe technologieën en de ruimte die ontstaat om die te ondersteunen en te financieren, ook vanuit het Rijk, ook vanuit het ministerie, wel worden bepaald door het politieke klimaat. Dus het Haagse klimaat, zeg ik maar. Als ik dan de programma's zie, dan zie je grote verschillen in ambitie rondom duurzaamheid. Maar onze ambitie, die blijft staan. Laat het maar helder zijn. En participatie buiten de gemeentegrens, ja, dat, als dat kan, daar zijn we zeker naar op zoek. Dus wat mij betreft sluiten we ook hier niet onze grens, onze gemeentegrens, voor duurzame verbindingen met, die grensoverschrijdend zijn, zeg ik dan maar eventjes. Nou, meneer Rodemond, ik heb al iets gezegd over het hoe en waarom van onze doelstellingen en de uitwerking van ons beleid, want misschien is dat ook wel een beetje de verwarring die optreedt. Hier ligt voor u een korte notitie, daar had ik ook toegezegd, om met elkaar die ambitie nog een keer te herijken. De wat-vraag, heel plat gezegd, de hoe-vraag, daar gaan we nou mee aan de slag, in combinatie met het afwegingskader die ik net heb geduid. Dus volgens mij moet u dat zo lezen. Meneer Kloekhorst. Voorzitter, mag ik, want ik hoorde net de wethouder nog iets zeggen over werking ook buiten de gemeentegrenzen, initiatieven of samenwerking met andere gemeenten. Valt daar ook onder, voor alle duidelijkheid, eventueel samenwerking op het gebied van windenergie op zee, om daarin te participeren? Ook dat zou een optie kunnen zijn, klopt. En het doel heb ik niet over de grens direct hier grensoverschrijdend, richting Koevoorde, maar dat kan al veel verder zijn, dat klopt. Ja. Meneer Kloekhorst, rondom draagvlak heb ik volgens mij al heel veel verteld en ik weet hoe u erin staat. En ik heb ook gezegd dat we in ons afwegingskader dat meenemen. Maar ook hier maar nogmaals gezegd, ik hoop dat wij niet hoeven te drukken op draagvlak, maar dat draagvlak vanzelf komt. En dat we daarmee ook onze doelstelling gewoon gaan bereiken, zonder dat we moeten pushen. En Duitsland, ja, de zon in Duitsland is volgens mij niet anders dan in Nederland. Maar ook dat is maar een vraag die ik niet met 100% zekerheid kan beoordelen. Maar dat is niet afhankelijk van de Kamerverkiezingen. Nee, dat is waar. En de Duitsers zijn natuurlijk best heel energiek, zeg ik dan maar, als het gaat om duurzame energie. Hè? Want die zeggen gewoon, keihard, de kerncentrales gaan we sluiten. Punt. En dat is nog eens duidelijkheid, zou ik willen zeggen. En daar worden ook heel veel meters gemaakt met zonne-energie. Meneer Jonkhans, ik heb volgens mij al gezegd rondom draagvlak en Nijmegen. Nou, wij gaan ook zeker in de uitwerking van onze afwegingskader, als het gaat zeg maar, om draagvlak, andere kansrijke projecten hierna zetten. U heeft Nijmegen genoemd, ik heb Lochem genoemd, ik heb Breda genoemd. Er zijn genoeg voorbeelden om te zien hoe die participatie kan plaatsvinden. En er zijn echt hartverwarmende participatietrajecten, kan ik zeggen. Dus in dit circus komen we daar zeker op terug. Ruimte, ja, we hebben de ruimte om hier, de fysieke ruimte, om met duurzame energie aan de slag te gaan. Dus dat biedt ook een andere mogelijkheid dan bijvoorbeeld in een stedelijke omgeving. Daar moet je gewoon helder in zijn. En laten we die kans ook pakken. De relatie naar het planbureau leefomgeving, die wil ik nog eens even uitgewerkt hebben. Want dat vind ik een vrij technische, ook rondom de discussie van de temperatuurstijging, CQ-daling. Dus ik stel voor dat ik die ook koppel aan uw andere vraag die we nog nader... De Parijse vraag, zeg ik maar even, gaan toelichten in een memo die u nog krijgt voor over 2 weken. Dat was mijn beantwoording. Dank u wel.
Meneer Odenk die gaf net al aan dat hij nog een vraag had voor de tweede termijn, maar misschien is hij intussen al beantwoord, dat weet ik niet. Is over, oké. Okay. Zijn er anderen die nog, meneer Kloekhorst? Ga uw gang, meneer Kloekhorst. Oh, meneer Rodemond en meneer Bak. Nou, dan in die volgorde, meneer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, er zijn een aantal vragen beantwoord. Het gevoel over punt 1 blijft voor mij wel hangen bij ons. Wat daar ook wat vreemd bij overkomt is van wij houden de conferentie, terwijl wij ons eigenlijk uitgesproken hebben, er is maar één weg. En dat is de windenergie, in welke hoedanigheid dan ook. Met name op de korte termijn. Ben ik nu te pessimistisch? Of is dat iets van, dat we al zeggen, ja, daar moet ik dan maar mee leven. Dank u wel. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Twee vragen die blijven staan wat mij betreft. Of tenminste, ik heb ze nog niet gesteld, maar goed. Dat is de integraliteit van ons beleid. Dat we zeggen, is dit een alleenstaand beleid of kunnen we ook de verbinding aantreffen met bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, infrastructuur, wonen en werken als beleidslijnen? En tweede vraag is een suggestie die werd gedaan tijdens zo'n themasessie die wij raadsbreed hebben gehad. Om bijvoorbeeld eigen energie te gaan opwekken als gemeente, om dat als financieringsmodel voor toekomstige initiatieven te gaan gebruiken. Daar ook graag een reactie op van de wethouder. Dank u wel. Meneer Bak? Dank u wel, voorzitter. Mijn aanvankelijk tweede vraag sluit aan bij die van mijn buurman. Maar dan even net iets in een andere aard. Volgens mij, als we met elkaar hier in Hardenberg kiezen voor de inzet op duurzame energie, inzet op doelstellingen, maar ook draagvlak, maakt dat een heel groot economische bijdrage kan hebben. En die bijdrage die kan veel betekenen volgens mij voor Hardenberg. Dus volgens mij gaat het hier verder dan alleen om het opwerken van duurzame energie. Volgens mij zit er ook echt business-wise economie achter. En ik zou het ook graag even graag de reactie van de wethouder daarop willen, of hij dat ook terug laat komen in de voorstellen die hij hier gaat presenteren. Het tweede deel van mijn vraag is van, het is al even aan de orde geweest, en het gaat over biomassa / mestverwerking. Ik heb daar nog niet heel veel van gehoord wat de ambitie daar is hier in deze gemeente. Dank u wel. Dan wil ik de wethouder nog een keer vragen te beantwoorden. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Eerste vraag van de heer Kloekhorst. Als u uw vraag is van wind moet, kunnen we niet alleen zonder wind redden? Nou, dan is het antwoord, wind moet, zeg ik dan maar. Dat hebben we ook in onze sessies gezien. We hebben ook wel berekend dat we met zon op het dak maximaal 15% zeg maar, van onze doelstelling kunnen behalen. Daar biedt nog heel veel kansen. Hè? Dus we zullen zonnedaken ook zeker stimuleren. En zeker bij bedrijven, maar daar liggen ook in deze gemeente prachtige kansen om daar wat mee te doen. Maar we kunnen onze doelstellingen niet halen zonder wind. Dan moet, als u zegt ik wil geen wind, dan moet u uw doelstelling gaan bijstellen. Zo simpel is het. Dus wind moet om onze doelstelling te realiseren. Anders kan ik het niet formuleren. Daar ligt mijn probleem niet. Dat is wel geaccepteerd bij ons. Alleen uit welke hoek komt de wind? Grootschalig of met draagvlak? Ja. Nee, maar dat zal ik dus in ons afwegingskader, wat we met u gaan vaststellen, nemen we dit aspect mee. Want dan heb ik het weer over die robuustheid waar u in het begin ook over sprak. Terecht, meneer Rodemond, als u zegt van de verbinding met andere beleidsterreinen. En natuurlijk, het is niet een stand-alone verhaal dit, duurzaamheid. Want dat is wel eens het gevaar af en toe dat je denkt van, we hebben hier een projectje met elkaar, maar eromheen gebeurt nog van alles. Ik heb ook de relatie met vervoer bijvoorbeeld ook al gezegd. We zullen dat breedschalig, zeg maar, ook in de relatie met de omgevingswet, hè, wat die eraan zit te komen, zeker ook een plek gaan geven. Dus de relatie met andere beleidsterreinen, die wordt ook zeker gelegd. Dus duurzaamheid zou eigenlijk standaard onderdeel moeten uitmaken van al je collegevoorstellen. Nou ja, oké. Okay. Dat was eigenlijk een aanvullende vraag. Maar we hadden het al eens een keer in de vingers met bijvoorbeeld de totstandkoming van Marslanden 2, waar ja. We zelf vragen hebben gesteld van, is het voorstelbaar dat bij de uitgifte van de kavels er in ieder geval een vereiste ligt om dit duurzaam te gaan doen? Toen was dat nog niet helemaal aan de orde. Ik kan me heel goed voorstellen dat in de iets verdere toekomst dergelijke vereisten wel gaan stellen aan onze gebruikers. Ik denk dat het aspect nogmaals, de duurzaamheid moet
eigenlijk meegewogen worden binnen al die voorstellen. Dus het moet een plek gaan krijgen. En wat dan afdwingbaar is, vind ik wat minder spannend. Maar je moet wel steeds het aspect duurzaamheid afwegen in een breder context. Een eigen energie opwekken, gemeente, ja, ik hoor meer gemeenten daarover spreken. Een eigen energiebedrijf bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat het goed is dat we die optie ook eens gaan uitwerken om te zien of het interessant voor ons genoeg is. Laten we ook niet vergeten dat we hier partners hebben in een gemeente. Ook energiebedrijven die ook graag met duurzaamheid aan de slag willen. En die de kennis en de know-how hebben, zeg maar, om dat ook te kunnen. Dus je kunt niet alles tegelijk, maar de optie om het te onderzoeken is altijd de moeite waard, zeg ik dan maar. En meneer Bak, terecht dat u de vinger legt bij de economische kant. Want we zouden het bijna vergeten, dat klinkt misschien heel gek, maar even voor het beeld. We hebben de afgelopen jaren 1500 woningen verduurzaamd. Dat heeft wel een omzet van 12 miljoen opgeleverd voor het bedrijfsleven. Even in die volgorde. En ik denk dat we de economische kant van verduurzaming misschien hier nog wat onderbelicht hebben. Maar die komt in die uitwerking zeker terug. Misschien om toch nog een puntje scherp te maken. Duurzaamheid, duurzame energie. We praten hier over, het zijn doelstellingen, we hebben het over draagvlak enzovoort enzovoort. Maar het is iets wat niet meer weg te denken is. Dat levert uiteindelijk business-wise geld op. Dat kan voor het vestigingsklimaat van bedrijven, als je de juiste dingen hier in Harderberg doet, kan dat heel veel betekenen. Dat kan werkgelegenheid met zich meebrengen. Dus het kan meer zijn dan alleen het opwekken van energie. Dat wil ik heel graag meegeven en ook graag terugzien in de voorstel. Het aspect economie, in geld, maar misschien ook wel in banen. Het energieakkoord ging ook uit van 15.000 banen oorspronkelijk. Dat is natuurlijk interessant om te meten. Maar de investeringen die wij hier met elkaar doen, ook als u straks geld met elkaar vaststelt voor het duurzaamheidsfonds, om te zien wat dat doet met werkgelegenheid. Dus economie is zeker het aspect wat we hier een rol gaan geven. En ja, en rondom de biomassa hebben we nog weinig verteld, daar ben ik met u eens. Maar ik denk bij de uitwerking, dus in de hoe-vraag, komt dit aspect als onderdeel zeker terug. Ik dank u wel. Dank u wel. Dan rest mij nu de vraag, gaat dit als een bespreekstuk of als hamerstuk naar de raadsvergadering? Ik heb zomaar een vermoeden, maar ik... Bespreekstuk, ja. Verbaast me niet, maar ik wil het graag even horen. Dan zijn we bij punt 9, de rondvraag. Heeft er iemand iets voor de rondvraag? Niet? Dan sluit ik bij deze de vergadering en wens ik nu u nog een prettige avond.